is shoppen bij de Action in Soest. Als je echt een Action fan bent, is het een idee om een Action koffertje te kopen. Dat is wel heel grappig. Ze vallen wel lekker op. Deze zijn €23,95. Dan hebben ze allemaal hele leuke kleine stukjes stof bij de Action. Deze zijn 70 centimeter bij een meter. En die heb je in allerlei verschillende printjes. Het is polyester, dus het is geen katoen, maar je kunt er wel hele leuke dingetjes van maken. Ik hou altijd van kleine toilettasjes met een ritsje erin of wat dan ook. Vind ik leuk om te maken op de naaimachine. En deze zijn 89 cent. Dan dit mooie planbord. Die hebben ze volgens mij al langer hoor, maar heb ik eigenlijk nooit gefilmd. Dit is zo ideaal, zelfs voor een heel gezin kun je alle namen erop kwijt, alle dagen van de week. En hier bovenaan heb je dus vakjes om alle namen te schrijven van iedereen. Er zit een stift bij en er zit een wisser bij, dus zo kan je iedere week de planning opschrijven voor de hele familie of het hele gezin. En deze is €4,99. Dan deze rekjes, die heb ik al eerder gezien, maar die waren er maar heel kort en toen ineens waren ze weer weg. Hier staan de afmetingen even bij, 44 hoog en 43 breed. En je mag maximaal een kilo op de plankjes zetten, maar ineens zag ik daarachter ook een gouden versie staan. Ik vind deze echt super leuk. Ik heb hem in mijn keuken, de zwarte. Deze zijn €9,95. Dan heb je deze flessen, die zijn volgens mij nieuw. Hier zit LED-verlichting in. Hier aan de onderkant zie je dat je een batterij erin kan doen en een knopje om hem aan en uit te zetten. En die heb je dus in meerdere varianten, ook in wit en in zwart, helemaal links. En deze zijn €3,99 per stuk. Dan heb je hier van die houten bakjes. Ze zijn erg leuk om in de tuin te zetten, om te decoreren met plantjes. Je kunt er ook potgrond in doen en groenten in verbouwen of fruit. Dan heb je deze hele kleintjes ook. Ze zijn ook heel leuk om rechtop te zetten en dan te stapelen eventueel. En die hele kleintjes die zijn dus €1,99. Je hebt heel veel verschillende soorten hout, dus je moet even goed kijken welke je mooi vindt. Maar je hebt dus die grote maat, die zijn 33 centimeter breed, die zijn €4,49. En een maatje kleiner, die zijn 27 centimeter breed, die zijn €3,79. Dan zag ik deze bamboesokken. Deze zijn voor mijn zoon. En dit is een speciale soort stofje, dus dat bamboe. Die zijn €2,29. Dan hebben ze heel veel nieuwe visspullen bij de Action. Hier een hele mooie tas waar je al je visspullen in kan doen met allerlei bakjes erin voor €18,95. Ik heb niet zoveel verstand van vissen, maar hier zag je een klein visnet voor €2,79. Allerlei verschillende dobbertjes die je kan gebruiken. Zo'n werphengel. En helemaal onderaan nog echt zo'n groot schepnet. Die is €4,99. Dus mocht je visliefhebbers hebben, ga zeker even langs de Action. Dan zag ik deze zomertas alweer. Superleuk. Sunshine met van die leuke dingetjes eraan allemaal. Hele leuke zomertas voor het strand, het zwembad. En ook nog in deze variant met de bladeren. Maar deze zijn waarschijnlijk echt net neergelegd. Want er was geen prijs te bekennen. Zoals jullie zien is het nog helemaal leeg. Dus dat komt nog. Dan zag ik deze leuke haarclipjes. 3 clipjes in verschillende kleurtjes. Ze hebben ook nog andere printjes zoals deze. Slangenprintje, tijgerprintje en een effen zwarte. Deze zijn 95 cent. Dan hebben ze heel veel verschillende soorten nagelstickertjes. Dat vind ik ook erg leuk met die bloemetjes. Dan hebben ze ook nog een variant met allerlei gouden stickertjes. Zien er ook leuk uit, maar vind ik persoonlijk wat minder. En dan hebben ze ook nog deze stickertjes, die zien er ook vrolijk uit. Maar ik vind de eerste het leukst eigenlijk. En deze zijn 95 cent, er zitten 50 stickertjes op zo'n kaartje. Dan hebben ze ook bij de Action een wimperkruller. Deze is wel heel leuk met dat roze. Normaal heb je altijd gewoon helemaal even zilver. En deze is 98 cent. Deze mandjes waren ook nieuw. kun je natuurlijk voor van alles gebruiken, voor fruit, noem het maar op. Dit is de kleine variant, deze is 3,99, die is 20 centimeter breed. We hebben ook een grotere variant. Echt heel leuk deze manden. Deze is 5,95 en deze is 25 centimeter breed. Dan heb je hier van die paaskonijntjes met een pompon. Dan kan je met wol zelf zo'n pompon maken. Super leuk voor de kinderen. En een leuke set voor 1,79. Wat ook nieuw is, zijn deze solarlampjes voor in de tuin. Die laden op met zonne-energie en die heb je in heel veel verschillende soorten. Ik vond deze heel schattig, het lieve heersbeestje. Dan hebben ze ook nog dit leuke slakje. Ziet er ook heel lief uit. Die steek je gewoon bij in een plantenpot of wat dan ook. En die zijn 1,99 euro. Ze hebben ook deze lampjes, ook op zonne-energie. Die kan je dus ergens ophangen. Heb je ook in verschillende kleuren. En die gaan s'avonds als het donker wordt branden en die zijn 99 cent per stuk. Dan hebben ze hier hele leuke van die stekers die je in de grond kan steken met wortel, sla en ook aardappels. Stel dat je dat verbouwd hebt ergens op de grond in je moestuintje of achterin je tuin. Dan kun je er leuk van die bordjes bij plaatsen voor 2,49 en dan weet je precies wat je waar hebt geplant. Dan deze fles met droogbloemen. Ook hier zit weer LED-verlichting in. Het ziet er natuurlijk erg leuk uit op je tuintafel, buiten bijvoorbeeld in de zomer. En dan s'avonds heb je een gezellig lichtje erbij. En deze is 5,95. Dan kwam ik deze nieuwe lamp tegen. Een gouden binnenkant en zwart aan de buitenkant. En hier moeten dus weer batterijen in en een knopje om hem aan en uit te zetten. En deze is 7,79 euro. Dan zag ik deze spiegels, die zijn ook nieuw. Die heb je in twee kleuren, in zwart en in goud. En die staan op zo'n voetje. Zien er heel mooi uit. En als je een leuk tafeltje hebt, zou dat erg leuk zijn om erop te zetten. En deze zijn 7,95 euro. Ik ben weer thuis van de Action en ik ga jullie laten zien wat ik dit keer heb meegenomen. Ik kan natuurlijk niet elke keer superveel daar gaan kopen. Maar er waren een paar dingen die we gewoon ook nodig hadden. Eén daarvan, dat zijn deze teddycare doekjes, van die babydoekjes. Die heb ik eigenlijk altijd boven op zolder liggen bij mijn droogtrommel. En als ik dan wat lek met de wasmiddel of ik moet even die pluisjes uit de droger halen of wat dan ook. Daar vind ik deze doekjes heel handig voor. Deze waren 99 cent. Dan voor mijn zoon nam ik deze sneakersokjes mee van bamboe. Dat is echt van dat hele zachte materiaal. En er staat ook op dat het heel comfortabel is en dat je geen skin-irritatie ervan krijgt. Dus ja, ik ben benieuwd of die deze fijn vindt. Maar ik dacht, het is het proberen waard. En ik zal even kijken wat deze kosten. Deze zijn 2,29 voor 3 paar. Dan zag ik dit leuke tuinlampje. Die zijn nieuw van die solar lights. Dus die gaan opladen met zonne-energie. En dan s'avonds als het donker wordt, dan gaat hier achter als het goed is een lichtje aan. Dus die vond ik wel heel schattig. Het lieve heersbeestje, het brengt geluk hoop ik. En deze was 1,99 euro. En ze hadden dus heel veel verschillende andere diertjes ook nog. Ik geloof een flamingo en een slak en een kikkertje geloof ik. Dan voor mijn moeder nam ik weer een zak Quality Street mee. Zij vindt het echt zulke lekkere chocolaatjes. Dat zijn het ook. Maar ik koop ze maar niet hier in huis. Want dan zijn ze zo op. Maar mijn moeder heeft altijd een schaaltje. En daar liggen ze in. Dus als ik daar ben neem ik er af en toe eentje. En voor de rest blijf ik er maar af. Maar deze grote zak is 4,39 euro. En er zit echt wel veel in. 435 gram. Dus die is voor mijn moeder. Wat ik heb gekocht is deze cherry blossom geurkaars. Die ruikt echt heel lekker. Deze 3,99. Dit leuke vaccinehoudertje van een soort metaal in het goud. Die bestaat ook in het zwart. Deze was 2,49. Deze leuke mand. Die was 3,49. Dan zag ik deze stempels. Deze zijn echt super leuk voor als je op reis gaat. Ergens bij je reisfoto's te plakken of in je bullet journal. Of in een speciale reisdagboek. Zijn ze ook heel leuk voor. Deze waren 79 cent. En deze hele leuke nagelstickertjes. Echt zo voorjaarsachtig. Die vond ik er zo gezellig uitzien. Deze waren 95 cent. En ik heb er ook even voor mijn dochter meegenomen. Dus dat is wat ik dit keer mee heb genomen bij de Action. Dan was dit alles wat ik dit keer meenam bij de Action. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat nog even een reactie achter. En dan zie ik jullie graag bij mijn volgende video. Bye bye!